Er zijn veel teams die zitten te pakken. Het vlaggetje is goed, de handdoek is goed. Nee, dit meen je niet. Ho-ho-ho! Wil ik dit zien? Ja, dit wil je zien. Ah, yeah! Wil jij een nieuwe game kopen of heb je je controller tegen de muur gegooid? Of heb je iets nodig van hardware of software? Check dan zeker even het linkje in de beschrijving van mijn partner G2A. Dat is de grootste internationale gaming marktplaats. Strijders, welkom bij een nieuwe video. Tweemaal top 100 rewards van echte toppers, vrienden van elkaar. Eén bekende naam, namelijk Johannes van Ace Visualize. En we hebben Stef, die eerste van de wereld is geworden. We beginnen met Johannes. Johannes, je moet zo je moeder helpen met de klusjes. En ik heb natuurlijk nog andere dingen te doen. We gaan er doorheen rammen vandaag. Yes. Een strakke planning. Ja. Yeah. Lekker man, welkom sowieso. De vorige keer dat ik jouw rewards opende was op stream, denk ik, hè? Hele slechte La Liga rewards. Heel slecht. Die hele slechte. Oh, dat was die van jou. Ja. Oh, je hebt de controle. Ik heb de controle zelfs. Oh, lekker zeg. Ik zie een mooi teampje met Gullit en Maxima. Ribéry heb ik nu bij iedereen gezien. Volgens mij die heeft iedereen zo'n beetje. Ja. Je hebt, anders hoor je er niet meer bij. Nee, die is echt slecht. Is hij slecht? Ja, hij is echt slecht. Lul niet. Ja, nee, ik ben serieus. Zonder grap. De vorige twee zeiden dat hij fantastisch was. Dat hij echt best beter is dan Fitbert en Mbappé. Hij is echt slecht. Hij is echt slecht. Hoe kan dat nou? Oké, hij is slecht, jongens. Je hoort het. Dus toch, ja. Helaas. Hey, 73 is van de wereld geworden. Ja. Met dat team of niet? Ja, nee, niet met dat team. Nee, met normale Neymar nog. Oké, maar wel met Ribéry. Nee, normale Neymar en toen had ik nog de bruine. Ja, die is op links. Ja, precies. Oké. Ja, vandaar. Maar Ribéry gaat wel spelen komend weekend. Ja, ik heb hier niks anders. Of ik moet nu al even iets leuks spekken of zo. Ja, want jouw team, het is een goed team, maar het is geen... Nou, als ik eerlijk mag zijn, het is geen absolute monsterploeg. Nee, het enige waarom het echt lijkt dat het een monsterploeg is, omdat die Gullit erin staat. Klopt. Hoe komt dat? Je hebt er gewoon 0 euro ingestoken dit jaar? Nou ja, iets meer dan 0 euro, iets 300-400 of zo, niet heel veel. Oké. Okay. Niet zoveel als de anderen, denk ik. Nee. Maar ja. Maar nog wel, heb je een doel? Een speler die je nog heel graag zou willen gebruiken komend weekend? Fitbert, Mbappé of R9. Oké, is goed. 5 sterren wil je gewoon een keertje meemaken in de spits met een echte klasbak. Ja, precies. Ja, ik heb volgens mij alleen maar 5-star weak foot in de aanval. Zijn Maxime Ribéry. Neymar. Ja. Behalve Mbappé dan. Mbappé niet, ja. Die moet dus inderdaad zijn verbeurd in worden. Oké, is goed. Duidelijk. Gaan we voor, jongen. Die kunnen we uit de playbook krijgen. Doe het eens. Die verbeurd in Mbappé kan uit de playbooks komen. Ja. Vering ziek. Nou, oké, daar gaan we, jongen. Let's go. Doe het. Johannes. Wat is het idee? Nakakawa. Daar is die. Tim Brito. Hij kan wel rennen. Nee, pak maar El Arabi. El Arabi. Ik wil die Osmane Dembele misschien ook een voltooien namelijk, dus dan kan ik die daar lekker in gooien. Lekker zeg. Okay. Lekker zeg. Next, we gaan naar je laatste. Tenminste, je tweede, je vierde. Hoe je het noemen wil. Taglia, Ja, Chesney is prima voor die SPC. Oké, cool. We gaan lekker voor rating. Gaan we nu naar je derde. Kom op! Je derde en je derde. Oh, wat is dit? Davies is wel hard. Ja, die kan ik gewoon gebruiken als super sub op middenveld. Hij is ook wel een stukje beter dan die man die je hebt, als ik eerlijk ben. Ja, klopt, maar ik kan hem niet linken. Nee. Dat is dan... Ja, jij hebt Upamecano heb je. Ja, ik kan dat zeggen. Hij linkt wel met Upa, maar niet met Ribéry. Alaba en Ribéry zijn beste vrienden. Daar heb je nu niks aan. Daar heb je helemaal niks aan. Nou, ik dacht, leuk weetje. Ja, precies. Dan gaan we naar de laatste playbook. Nou, Fitbert en Mbappé, waar blijf je? Thiago Silva? Salvio. Pak Salvio maar. Dat is wel goed, hè? Jawel. Dat is wel prima kaartje. Ja, absoluut. Oké. Nou. We doen het ermee, Johannes. Kan beter, kan slechter. Ja. En hoeveelste keer top 100 is het voor jou eigenlijk? Op mijn eigen account nu de tweede keer. In totaal 11. 9 keer op een ander account? Ja. Oké, lijp shit. Je wil het hier blijkbaar niet over hebben, anders heb je wel een toelichting gegeven, denk ik. Ja. Ik word altijd gerikt op mijn eigen account. Oh, is dat zo? Ja, dan krijg ik weer goals tegen. dit is mijn 20ste keer 29-1 en mijn eerste keer de 129-1. Ja, dat kan inderdaad alleen in de laatste maanden of... Ja. Als je echt een ziekere rating hebt gehad, ja. Ja. Ik was een keer goed gedaan, man. Ja, ik was een keer op zaterdag klaar, had ik 23-60. Als skill rating? Ja. Okay. Maar ja, shit. Helaas. Ze hebben wel aardige pakketten, hè?
aardige pakketten. Dat dacht ik. 300k packies. We gaan gewoon kijken of er wat in zit. Hey Johannes, wat zijn jouw doelen? Je zit natuurlijk bij AC Visualize. Hè? Je hebt een management, een organisatie waaronder je kunt ontwikkelen. Ja. Wat zijn jouw doelen? Sowieso wil ik mezelf maar eerst bewijzen in internationale toernooien en zo. Qualifiers. Qualifiers en al dat soort dingen. Dat je daar ook mijn eerste in gaan bewijzen dat ik dat ook gewoon kan. Ja. En daarna wil ik me ook gewoon zelf verder ontwikkelen. Ik ben ook gewoon bezig met mijn spel en zo. Het is juli, maar ik ben nog steeds aan het grinden. Ja, heel goed. Wat is het laatste wat je hebt toegevoegd of veranderd of misschien wel afgeleerd in je spel? Onnodige trucjes. Aha. Ja, dat deed ik echt heel veel. Echt heel veel. Ik kan erover meepraten, moet ik zeggen. Maar ja, weet je, ik heb het nu. Ik speel heel veel balbezit. Ja. Ik krijg ook altijd heel veel haat in de Wicked League en op toernooitjes. Dus ja. Hoeft niet erg te zijn. Als je niet streamt, hoeft het niet erg te zijn. Als je streamt, kun je het op een gegeven moment. Dat hou je het niet vol, maar dat wordt het niet gewaardeerd dan. Maar... Ja, maar dat is gewoon mijn speelstijl. En het boeit me eigenlijk heel weinig wat andere mensen ervan vinden. Maar dat staat wel haaks op onnodige trucjes, balbezit. Ja, nou ja, onnodige trucjes doe ik niet meer, maar balbezit doe ik echt wel veel. Gewoon, maar ja, ik speel niet rondom mijn eigen helft, ik speel echt rondom de tegenstanders helft, zeg maar. Ja. Heel lang en irritant rond die 16 en ja, zo. Ja, dat is wel deze game inderdaad, die omsingelingen en dan wachten, wachten tot je eindelijk weer dat paasje kan geven. Ja. Ja, dat is het. Dat is wel goed. Zo heb je dus ook 29 gehaald en tot 100 nu. Ja. Goed gedaan, man. Netjes. Even kijken, nou, ik heb al aardig wat dingen naar je lijstje gestuurd, maar het is natuurlijk niet veel, hè? Het is niet veel. Nee, we gaan nu naar het packie waar het moet gebeuren. Ja. Nog een schietgebedje, nog bepaalde rituelen. Ja, de oogjes gaan dicht, hoor. De oogjes gaan dicht. Kijk, lekker. Zal ik dan mijn commentaar doen dan? Doe jij het commentaar, Koen. Top, Johannes. Ze kunnen je volgen via het linkje boven in de beschrijving. En dan gaan wij nu gewoon rammen. Je 11 zomerhitte pakket spelers. Je kan van alles in zitten, maar Team of the Seasons zijn hierin zeer kansrijk. Er zijn veel Team of the Seasons te pakken. Het vlaggetje is goed, de handdoek is goed. Nee, dit ben je niet. Oh! Wil ik dit zien? Ja, dit wil je zien. Oh joh, dit is ziek. Ja, dit is heel ziek. Nee joh. Nou, dan mag die Ribéry naar de bank. Ja, dat is zeker waar. Koen, jongen. Ik vergeef je voor de laatste twee keer, je maakt alles goed. Dat dacht ik. Je maakt alles goed. Ja, Neymar steekt ook zijn duimpje op, jongens. Doe je dat ook even. Een klein duimpje voor deze heerlijke... Klein duimpje op Koen Weilands video. Abonneer ook gelijk op Koen Weilands. Dit is wel heel lekker, zeg. En dan hebben we daarachter nog... Ja, Gnabry, Robert... Ja, Oulala is 500k. Ja, die is goed, ja. Die is die veel waard. Zo, dit is een prima pakketje. Lekker, gek. Wow. Maar deze hou je wel, toch? Ja, maar hoe duur is die? 4, 5 miljoen, zoiets. Kan ik, als ik hem verkoop en ik verkoop hem in vormen, maar kan ik R9 halen volgens mij? Ja, dat is waar. Jij wilde een verbeurd in Mbappé, hè? Ja, dan doe je dat toch lekker, joh. Hè? Ik ben zo, dit is heel ziek. Oei, joh. Ja, dit is heel ziek, man. Ik zag die Braziliaanse vlag, want toen wist ik eigenlijk al genoeg op een of andere manier. Jij is 5 miljoen. Ja, joh. Verkoop hem nog lekker, joh. Ik stuur het allemaal naar je lijst en dan zoek je het zelf maar uit. Dit is de duurste speler die ik heb gepakt sinds dat ik ben begonnen met FIFA, aan het begin FIFA 19. Ja, gruwelijk, man. Heel leuk, toch leuk. Weet je, we maken hier nog een video van midden in juli. Je haalt nog even top 100, je grind nog en dan is dit wel leuk. Dat we er toch ook wel even iets voor terugzien. Dat is toch fantastisch. Dat is toch fantastisch. Johannes, topper. Ik wil je bedanken, jongen. Ik ga snel door naar Stef, onze nummer 1 van de wereld. En dan maken we er een hele mooie video van. Yes. Oké, kerel. Ik ga je spreken. Ja, bedankt. Oké, jongen. Yo. Ja, jullie snappen het, jongens. Die tweede video die komt dus later dit weekend. De nummer 1 van de wereld van afgelopen week. Dan gaan jullie zien wat dat nog oplevert in de maand juli. Stef is dat. Ik zei aan het begin van de video dat er twee man aan de beurt zullen komen. Maar die komt dus iets later. Nog meer top 100 rewards hebben we. Gisteren heb ik een video geüpload over Formule 1. Ik ben echt benieuwd of jullie het vet vinden dat ik dat upload. Het lijkt mij wel echt vet om daarmee te beginnen. Maar dan wil ik wel een race stoel kunnen gebruiken. Dus dan ga ik misschien wel elke keer op locatie. Want... ja, dat is echt wel prijzig om zo'n stoel aan te schaffen. Maar dat vind ik wel vet. Ik vind het niet leuk om met een controller zo'n serie te maken. Dan ben ik wel echt in zo'n stoel. Thanks voor het kijken in elk geval. Morgen komt denk ik een reactievideo van mij ergens op. Keizer Kubo komt er weer aan. Ik ga toch weer Weekend League spelen met één speler. En dan komt dus ook nog veel top 100 talent. Thanks voor het kijken, jongens. Adios. Ciao.